jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb je een nieuwe serie op mijn kanaal. En die serie die heet Road to Life Minigun. En je zult misschien wel denken, hoe de fuck kun je een minigun krijgen? Dus ik zal het jullie even kort uitleggen. In ieder geval, als jij een klas samenstelt, dan moet je killstreaks kiezen. Dan kun je kiezen tussen support, assault en specialist. Nou, als je dan support kiest, dan is er een killstreak die heet de ammo crate. En daaruit kun je wapens krijgen. En onder andere dus ook een minigun. En ik heb van mensen gehoord dat het enorm moeilijk, of ja moeilijk, je hoeft er niks voor te doen, maar het kan enorm lang duren voordat je hem krijgt. Maar het kan ook zijn dat ik hem dadelijk bijvoorbeeld of deze video al krijg, of de volgende, of weet ik veel wanneer. Dus dat is dan maar net de vraag. Ik hoop dat het lang duurt, want dan kan ik wel wat episodes maken. En dit is de verkeerde klas die ik... Oh jawel, ik heb wel de goede klas trouwens. Oh shit, dat is teammate. Ik schrok mij kapot. Ik dacht even dus dat ik een silence wapen had, maar dat is helemaal niet daarom. Ik heb een verkeerde wapen, maar dat is de goede. Wat doe ik nou allemaal? Wat ben ik nou aan het doen? Geef me een M-tat terug, goed zo. Mooi in het goud, hè. Toevallig gisteren nog gehaald, gouden camo. Best wel vet. Oh, sorry. Jezus. Ik moet even opletten. Ik schiet op iedereen, behalve op de enemy. Nou, oké, okay, zo erg is het nog net niet. Maar wat zullen enemies zijn? Zo even A-cappen. Team is dan allemaal aan het cappen. Kom ik even bijhelpen. Meehelpen, bijzitten, staan, liggen. Ja. In ieder geval, er zit iemand in dat gebouw in het midden. Dus even kijken of we die kunnen snipen. Ik hoop dat ik nog steeds zit. Het idee is in ieder geval, ik gooi daar die ammo crate neer als ik hem haal. En ik pak gewoon steeds het wapen uit die ammo crate komt. En dan op weg naar die minigun, zeg maar. En ik heb er al ooit twee random gehaald uit iemand anders' ammo crate. Want zelf heb ik nooit echt ammo crates gebruikt. Dat ik me kan herinneren. Dat is al ooit een keer natuurlijk. Maar in ieder geval niet met het idee van ik ga er een minigun uit krijgen. En ik hoop dat die enemy daar naartoe komt. Open het. Juist. Kom terug, kom terug. Nee! Wauw, wat wapen jij? Oh ja, dat verklaart een hoop. Ik denk, what the fuck? Oh, trouwens, nog niet verteld, dat is jullie waarschijnlijk opgevallen. Het is enorm donker nou. En het komt mijn pit van mijn lamp kapot. Best een faal. Dus dit is mijn enige verlichting die ik op het moment heb. Ik heb een andere pit gepakt, maar dat was te weinig wat. Maar ja, ik moet iets. Anders heb ik helemaal geen verlichting. Dus daarom is het waarschijnlijk enorm donker. En ik hoop dat het nog licht genoeg is, zeg maar. Anders kan ik morgen ook geen video's maken, zeg maar. Zeg maar, zeg maar, zeg maar. Heel veel zeg maar. Wauw! Ah, die spawn. Nee, die spawn dan niet. Die kan me gewoon aanlopen. Jezus. Ik wist dat hij eraan kwam, maar ik dacht ik hem wel. Net. Ik zie helemaal niks, man. Die lamp hier langs mij, die leidt mij af. Ik heb nou één lamp heb ik verplaatst. Zodat die een beetje langs mij staat. Dat je meer, beter licht hebt, maar... Volgens mij helpt het niet veel. Wacht, ik zal mijn ammo crate neergooien. De ammo crate. Het is de enemy onder mij. M27. Let's go. Oh, nice. Leuk. Oké, okay, zo kan het dus ook. Wat is de stand? 7-2. Ik heb wel het idee dat ik al 5 keer dood ben gegaan. Als ik zo door blijf gaan, ga ik wel 5 keer dood. Ik heb het idee dat die kerel een sniper heeft. Waarom weet ik niet? Dus ik ga hem niet challengen. Wauw, dit ding is traag, maat. Het is niet voor niks een live machine gun, maar ik kom er gewoon niet vooruit. Ik doe al die moeite om te kunnen rennen. Ik kom er nog niet vooruit. Oh, lol. Lol! Die mensen, maat! Oh, wacht. Ammo crate. Ammo crate! Oh, hebben we eruit. Ik ben benieuwd. Een vector. Dat is een beter spul. Even naar beneden. We weten dat ze hier zijn. Ik gooi er even de setcom weer. Let's setcom. 12 om 2. En nu staan we rage quitten. Nou al. Als we nou rage quitten en ik sta 12 om 2, dan wordt nog wat. Nee, is klas. Ik weet niet of dat goed gaat spelen. Ik zit vast. Ik zit vast. No. Ik was... Oh, yes, ik heb hem. Ik wist dat er enemies waren, maar ik zat vast op deze krat. Ah, dammit. Hoppakee. Ze staan ook gewoon echt perfect achter elkaar, hè. Op zich wel geinig, zo steeds andere wapens. Ongeveer de garbage collector, zoals ik die vroeger had. Maar dan net iets anders. Ik hoor ze allemaal lopen, maar ik weet niet waar ze heen rennen. Oh. Ja, dat gaat niet worden met submachine. Oh, hij wacht. Hij staat stil. Oh! Yo, check die kill! Ik schoot op iemand zijn IED. Wauw, dat vind ik echt awesome. Holy fuck, die was zo vet. Oh, die was echt gaaf. Trouwens, wel belangrijk om te weten, bij deze serie moet je niet ervan uitgaan dat ik hoge scores haal. Dat is wel een feit een beetje. Want dit is gewoon niet echt handig om mee te spelen. Maar het is wel geinig om te doen. Maar je zult geen dik scores moeten gaan verwachten. En zit onder mij, dat wist ik, maar... De vraag is waar. Oh shit, ze komen omhoog. Nee, ze zitten hier in dat hoekje. Daar zitten ze. Of hij is dood. Hij is al weg.
Ah, hij is dood. We hebben al een fieldtoren. Ik heb nog steeds mijn eigen fieldtoren, maar ik zal die zo meteen even inkallen als ik daar ook mijn nieuwe ammo crate heb. En dan wacht ik even met die ammo crate. Gooi ik daar ook eerst die care package. Of die care package. Het is geen care package, het is een ammo crate. Nu gooi ik daar ook eerst die ammo crate en dan pas mijn care package. Nee, andersom. Eerst mijn care package, dan mijn ammo crate trouwens. Want als ik daar ook dood ga, terwijl ik op die care package aan het wachten ben, dan ben ik ook mijn wapen kwijt. Wat? Nog steeds? Oh nee, taking. Waarom al kwijt dan? Damn. Was nog te laat ook. Ze zitten hier, maat. Ga eens eventjes weg, alsjeblieft. Kan ik nou eindelijk met... God, ze zitten boven. Ik wil gewoon mijn capuis gooien. Ah! Klootzak, gaat hij net recht voor mijn neus liggen. Oké, nou de laatste kans. Nee, dat is niet, maar ik wil gewoon dat ding gooien. Even wachten. Dat was niet tactisch. Woe, maniac. Oh shit. Is die maniac. Let's go. Oh, was die mis? Wat? Maat, sterf. Goed zo. Oké, je boze mensen. Ik heb nog nooit eerder een maniac uit die shit gekregen. Ik had altijd UV'tjes en dan nooit zo'n KEM. Dat heb ik toevallig vanmiddag nog gehad. Ah, die kan ik niet killen. Zit te ver weg. Oeps. Hoeveel IED's de laatste tijd gebruikt worden, hè? Oh, ben ik nou een triple capper? Ja. Ik ben een triple capper. Ha! Let's go! Juist. Nee, ik heb jou. Juist, ik heb jou. Oh, fuck. Rennen. Zit er weer bij B. Ik ga deze kant op. A is van hun. Ik hoop niet dat ze verwachten dat ik er ben. Oh, shit. Enemies overal. Ik ga naar boven. Nee! Ah, daar stond hij te wachten waarschijnlijk. Nee, hij liep daar gewoon. Niks aan de hand. Even hier die ammo crate. Wat krijgen we eruit? Weer een vector. Jezus. Typisch. Oké, 5-4. Let's go. Oh, we hebben een andere. Nee, dit ding kan ik niet verwisselen. Jammer. Ik denk dit is een ding dat ik kan wisselen. Come on. Nee? Oké, dan niet. Ik schiet ook echt de verkeerde kant op, hè. En we hebben weer een nieuwe ammo crate. Dat kwam net door die maniac. Heeft die maniac mij kills gegund? Woehoe! Hell yeah. We gooien nog een ammo crate neer. Ik les gewoon op elkaar. Maakt het bij uit. Volgens mij pak ik nou van de verkeerde nog, maar... Oké, dit weet ik ook niet. Dit weet ik ook... Oh shit, dit is fucking vet. Come on, ik heb een shotgun. Nee, hitmarker! Ik wou zeggen, ik schoot raak, dat wist ik. Kijk, een hitmarker. Is dat voor onzin? Weet je wel, eerst eventjes dat... Oh, wacht, ik ga het pakken. Daar ligt Ballistic Vest, dat is handig. Ik pak iemand zijn ding af, gewoon wat kan. Ik ben gewoon zo'n klootzak, hè. Awesome. Ah, dat ding is weg, ik kan Ballistic Vest pakken. Wauw. Hoe de fuck kan ik hiermee schieten? Is dit ding heatseeking? Ik hoop het wel. En voor de mensen die niet weten wat dat betekent, dat hij zeg maar gewoon op iemand afgaat. Nee, dat ding is kut, maar ik denk hij zal er wel gewoon op afgaan. Dat doet hij maar niet, dat is gewoon een kut ding. Verdomme, nog doodgaan ook. Ik denk, yes, ik heb iets waar ik veel kills mee kan maken. Nee, ik ga er zelfs op de dood ook. Kut ding. Oké, come on, wat zit hierin? Oh, een guard dog. Kunnen we in ieder geval verder gaan met de serie, dus dat is positief. Zolang we geen minigun halen, is eigenlijk allemaal goed. Want aan de ene kant, ik wil een minigun halen. Aan de andere kant juist niet. Want als ik het nou al haal, dan is de serie gewoon al afgelopen bij episode 1. Dat is best wel triest. En dan kunnen jullie ook gewoon zeggen van... we gaan gewoon verder of zo. Vindt het wel leuk om te zien. Of jullie zeggen van, het is er een kut aan. Mooi zo. Dat zien we dan wel weer. Jezus, ik loop overal tegenaan. Nee, dat was mijn keer. Afblijven. Waar zitten ze? Onder mij. Ik wil het niet eens zien. Ik wil niet zien, helemaal scoren naar de kloten nou. Ik wil al 40 kills eigenlijk, want 30, dat is ook, dat is echt slecht. Ah, waar zitten ze? What the fuck, man. Ik zie helemaal nergens. Ik sta net één stipje op elkaar, dat is dit kereltje die ik nou heb. Yeah, get turned on. Nou, niet echt get turned on, want hij schoot niet in mijn rug. Als dat was. Trouwens, ik heb al die tijd die hond. Waarom ging ik net dan dood? Yes. Oké, er komt iemand aan. Zit hij te camp of niet? Nope. Hij is weggelopen. Ik denk hij zal hier achter de ding zitten. Er zitten heel vaak mensen. Woe, triple! Yeah, buddy!
Yeah, buddy. Dan moet ik snel zijn. Ik wil die ammo crate. Ik wil een kill maken met die ammo crate. Of ja, niet met die ammo crate. Dat zou vet zijn, die ammo crate op ons hoofd gooien. Dit was dat ding waar ik straks overal. Maar ik heb nou al 3 keer een vector gehad. Met 3 verschillende attachments, man. Dat is wel typisch. De vector is vandaag in de aanbinding, volgens mij. 6-7. Als we nou een beetje 40 kills kunnen maken. Iets in de richting. Iets met een 4. Dan ben ik tevreden. Ah, daar is teammate. Er loopt een enemy voor ons. Kijk voor je. Zit er hier eentje ergens? I guess. I don't know. Hier was hij. Oei, daarboven. Ja, maat. Blijf van mijn ammo crate af. Mijn ammo crate is maar alles. Oké. Okay. Is er een enemy of niet? Ik dacht dat ik een loop zag. Nee? Oké. Okay. Ik dacht echt serieus dat ik een loop zag van een wapen. God, wat doe je nou? Jezus. Die gozer weet ook niet waar hij heen wil. Ik had hem al gezien, maar ik zag hier eentje lopen. Voor... Nee! Oh, lang leven. Flag jacket. Dat is een vraag. In het hoekje? Nee? Oh, gelukkig. Ik had even verwacht dat er iemand in het hoekje zat. Nog 2 kills, please. Woe, nieuwe ammo crate. Nee, nee. Dat had een enemy. Ik kan hem zien. Ik kan hem zien. Snel, switch wapens. Weer, nee, Vapor. Ik dacht weer een Vector. Een Vector, Vapor lijkt veel op elkaar, hè. Nee, ik kon nog 1 kill. Ik kon 40 kills, alsjeblieft. Nee, zeg niet dat je hem... Ach, god, je hebt hem te killed. Nee, het is afgelopen. Nee, 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 hier aan de overkant. Ja, lukt het. Nee! Fuck, 39-7. Eerste episode van Road to Life Minigun. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Als je het leuk vindt, laat alsjeblieft een like achter. Want gewoon aan de likes kan ik al zien of dat het leuk is of niet leuk is. Dus laat een like achter als je het leuk vonden. En als jullie willen dat ik hiermee doorga. Dus ik hoop in ieder geval veel likes te zien. Ik hoop dat je het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat dus een like achter. Heb ik al 5 keer op mijn rij gezegd. Hey. Nee, maar in ieder geval verder is mijn social media. Als je wilt checken, is dat in de beschrijving. Volgens mij kun je me niet eens meer zien wat nou de donker is. In ieder geval, tot de volgende keer. Houden we.